Yes, Hans en Jan-Willem hadden het net al over dark kitchens. En voor degene die misschien niet weet wat dat zijn letterlijk eigenlijk donkere keukens, plekken waar heel lekker eten wordt gemaakt, maar waar je als gast niet naartoe kan om daar te eten. Maar het zijn eigenlijk bezorgrestaurants. Dus via de verschillende bezorgplatforms zorgen zij dat de maaltijden bij de mensen thuiskomen. En naast mij zit Mathilde van der Weert. Welkom Mathilde. Jij startte tijdens de eerste lockdown zo'n dark kitchen en startte daarmee eigenlijk je eigen restaurant, terwijl alle andere restaurants gesloten waren. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker kan ik daar wat over vertellen. Halverwege maart gingen natuurlijk de restaurants gedeeltelijk dicht. Het afhalen en bezorgen ging natuurlijk door. En wat je eigenlijk zag in die markt is dat zeker ook in die eerste twee weken de afhaal en bezorg heel erg omhoog ging. En daar is eigenlijk ook het idee ontstaan om in Amsterdam eigenlijk in een dark kitchen, dus in een locatie die niet direct geschikt is om op locatie te eten, om daar wat gaafs te gaan maken en te gaan bezorgen in Amsterdam-Noord. En dat is Valla Fello geworden. En dat idee is eigenlijk ontstaan eind maart. We zijn 12 april open gegaan. Dus eigenlijk het moment van bedenken en het moment van openen, er zat een hele korte tijd tussen. En eigenlijk vanaf 12 april, sinds de opening, zien we elke week een stijging in het aantal mensen die bij ons bestellen. En ook komen afhalen. En Valla Fello, we zien hier een foto van jou terwijl jij voor de keuken zit. Nou, die is redelijk dark ook, zoals we kunnen zien. De naam zegt het al, falafel. Ja. Dus jij maakt en bezorgt allerlei gerechten met als basisingrediënt falafel. Ja, klopt. Ik woon ook in Amsterdam-Noord en heb eigenlijk bij de mensen die redelijk dicht om mij heen woonden gevraagd van, goh, waar is nou behoefte aan? En ik miste zelf eigenlijk ook iets gezonds. En dat kreeg ik ook terug van de mensen die bij mij in de buurt woonden. En ik heb een hele stapel met allerlei kookboeken en daar kwam eigenlijk ook falafel wel weer steeds voorbij. Dus toen heb ik Arne van We Design Food gebeld en gevraagd van, goh, kun je meedenken met een goed recept voor falafel? Dat is eigenlijk in een dag of twee ontstaan. Dat heb ik thuis in een weekendje uitgeprobeerd en getest en was eigenlijk gewoon een supergoed recept. En vanuit daar zijn we eigenlijk de steentjes gaan opbouwen. En het mooie is ook, omdat ik natuurlijk zelf in de buurt woon, betekent ook dat je direct met de mensen die in de buurt wonen kunt kijken van, goh, is dat dan iets wat matcht met de vraag die daar ook is? Hun ook uitgenodigd van, nou, kom het dan vooral proeven. Nou, en dat is eigenlijk een beetje een olievlek geweest die vanuit daar steeds groter wordt. En jij vertelde, je begon als pop-up. Ja. Dat was eigenlijk een beetje een gek idee. Ja. Hè? In de lockdown, we moesten toch wat. En toen zei je van, nou, ik ga dat een tijdje proberen en daarna zien we wel verder. Ja. Ja, en toen? Het idee is eigenlijk een beetje ontstaan eind maart. Van, nou, we gaan dat doen tijdens de lockdownperiode. Ik heb gekscherend wel eens gezegd, een maandje of 2, 3. En als alles dan weer open is, dan kunnen we de stekker eruit trekken. Tenzij het echt een groot succes is, ja, dan gaan we misschien wel door. Maar eigenlijk hebben we na een maand al besloten dat het zo succesvol is en dat de reacties zo goed zijn. En dat we inmiddels zo'n leuk team bij elkaar hebben verzameld dat het zonde is om daar uiteindelijk ook weer de stekker uit te trekken. Dus na een maand besloten om door te gaan en still going strong. En wat is dan succes volgens jou? Kan je aantallen noemen? Wat doen jullie op een dag? Ja, dat wisselt. We zien nu in de afgelopen week met de nieuwe lockdown dat daar direct weer een flinke piek ontstaat en dat we weer plussen met een procent of 25. Ik zei er straks al tegen Jan-Willem vlak voordat we het podium opgingen dat de groei eigenlijk tussen de 15% en 45% per week is. Maar we hebben daar zelfs weken gehad waarbij we de omzet verdubbelden ten opzichte van de week daarvoor. Dus het gaat echt heel hard. Ja. En geloof jij dan dat dat na de lockdown blijft? Kijk, dat mensen nu meer thuis bestellen, dat is ergens logisch, omdat natuurlijk de restaurants dicht zijn. Ja. Maar geloof jij dat die trend ook blijft als straks de restaurants weer open gaan? Nou, dat was ook de reden dat ik in eerste instantie heb gezegd, laten we dit tijdelijk doen. Want mensen gaan daarna weer terug naar gewoon restaurants. En dan wordt die afhaal- en bezorgmarkt weer kleiner. Maar ik denk dat we inmiddels zo'n grote fanbase hebben opgebouwd van mensen die echt wekelijks, maar soms echt een aantal keren in de week bij ons bestellen. Dat gaat niet veranderen, dat gaat niet verdwijnen. Wordt dat dan anders? Neemt dat dan misschien af? Ja, misschien wel. Maar goed, aan de andere kant, als ik kijk naar de cijfers nu, kan ik me dat bijna niet voorstellen. Laten we het hopen voor jou en ook inderdaad voor andere bedrijven ja. Die eventueel daar natuurlijk een samenwerking mee opzoeken of zelf zo'n dark kitchen starten om toch op die manier nu, maar ook daarna natuurlijk een stukje extra omzet ook binnen te halen. Ja.
Jij startte met een pop-up, met één locatie. We zagen het net al, een kleine keuken waar een hele hoop falafelballen en broodjes worden gemaakt. Maar je bent bezig nu met uitbreiding. Ja, en eigenlijk ook uitbreiding op verschillende vlakken. Dus dat is wel gaaf. En dat is denk ik ook wel een beetje het verhaal van Falafello. Dat het floot heel erg. Dus elke keer komt er wel weer wat nieuws voorbij waarvan we met het team zeggen, goh, laten we daar gewoon vooral op inspringen. Aan de ene kant zijn we op zoek naar nieuwe locaties. Dus ik denk dat het een concept is wat heel goed past in ook andere grote steden. Maar ook in Amsterdam aan de andere kant van het IJ misschien wel succesvol zou kunnen zijn. Dus daar ook wel op zoek naar, actief op zoek naar andere locaties. En aan de ene kant kan dat natuurlijk gewoon een eigen locatie zijn. Maar zou ook een locatie kunnen zijn van bijvoorbeeld Albron die leeg staat, waar we zouden kunnen produceren en vanuit daar uiteindelijk kunnen bezorgen. En aan de andere kant zijn we ook wel met maaltijdspartijen bezig waar bijvoorbeeld onze ballen in de maaltijden zitten. Als je kijkt naar waar zit dan de groei, dan zie je toch ook dat veel partijen die maaltijden maken en die uiteindelijk huis aan huis bezorgen of huis aan huis maar versturen, dat daar ook wel kansen liggen en dat daar ook wel behoefte is aan uiteindelijk een vegan component. Nou, daar past onze falafel goed in. En dat moet natuurlijk ook geproduceerd worden, dus dat kunnen we ook vanuit onze keuken in Amsterdam-Noord doen. Want dat doe je nu ook, hè? Vertelde je werkt met Oh My Guts, een bedrijf die levert maaltijdboxen aan mensen door heel Nederland. En Oh My God werkt ook regelmatig met jullie falafelballen. Ja, dus dat is wel mooi. Dat is een van de samenwerkingen die nu in de afgelopen periode is opgestart. Zij maken maaltijden en versturen die maaltijden door heel Nederland. Dat betekent dat mensen een maaltijd kunnen bestellen en die komt dan de volgende dag bij je thuis. En ze hebben één maaltijd waar onze falafel in zit en daarnaast ook de snack. En daar zitten ook falafelballetjes in. En die produceren wij, dus die komen bij ons vandaan. Dus ondanks dat jullie Dark Kitchen in Amsterdam zit, kunnen mensen uit heel Nederland op die manier ook jullie ballen proeven. Ja, dus dat is voor ons ook wel leuk. Zeker ook op de lange termijn om te kijken van goh, welke gebieden in Nederland wordt nou ook veel falafel besteld en waar is misschien ook wel weer potentie in de toekomst om uit te breiden. En waar is dat? Heb je daar een idee over? Naast Amsterdam, want daar zit je nu, maar is er een stad waarvan je zegt, nou, daar is de tweede stad waar we op focussen? Nou, uiteindelijk is die samenwerking natuurlijk nog maar kort. Zijn we zelf ook nog niet zo heel lang bezig. Dus het is nu meer een wishlist van onszelf waarvan we zeggen, hey, dat zijn steden waar we denken dat het past. Waarbij in ieder geval Rotterdam en Utrecht wel hoog op het lijstje staan. Maar verder nog niet zo ver over nagedacht. Dat komt vanzelf, je bent net begonnen, toch? Ik denk het ook, ja. Net een paar maanden oud. Wat ik altijd wel opvallend vind ook is bij zo'n dark kitchen is de keuken is eigenlijk onzichtbaar. Bij veel bedrijven die een dark kitchen zijn weten de consumenten, de gasten niet eens waar die keuken zit. Toch sta je daar met een heel team en wil je natuurlijk jouw team ook en de mensen die bij jou werken die daarbij betrokken zijn op een bepaalde manier toch ook plezier in het werk laten hebben en dat zij ook horen van de gasten, degene die bestellen, wat die ervan vinden. Hoe creëer je toch zo'n soort van interactie in deze tijd waarin de interactie moeilijk is en ook nog eens met een dark kitchen waarbij je niet direct contact hebt met de gast? Ja, uiteindelijk is het idee natuurlijk geweest om echt een dark kitchen te hebben en hebben we gezegd, joh, we hebben het raam open, dus als mensen willen afhalen, dan mag dat. En nu blijkt dat eigenlijk 60% van onze mensen komt afhalen, dus dat is superveel. Dus dat betekent dat we eigenlijk met 60% van onze klanten, gasten, daar hebben we toch contact mee. Dus dat is heel leuk. Plus daarnaast, wij doen alles zelf. Dus dat betekent dat we wel op Uber, op Thuisbezorgd en op Deliveroo staan. Maar we bezorgen alle bestellingen zelf. Dus dat betekent ook dat we aan de deur altijd nog tot contact hebben met onze klanten. En altijd de laatste zijn die zorgen dat het netjes wordt afgeleverd. En dat zie je uiteindelijk ook terug in de reviews. Maar dat maakt ook dat het team het superleuk vindt. Want die zien ook directe reacties van mensen. Zien ook een adres voorbij komen waarvan ze zeggen, hey, wacht eens even, daar ben ik 2 dagen geleden ook al geweest. Dat is heel leuk om op die manier te werken. Omdat je eigenlijk gewoon de hele keten kunt doen. En zou je dan niet, je zegt, hè, 60% komt toch hun bestelling afhalen bij jullie zelf, of onder andere om ook een beetje interactie te hebben. Als het straks weer mag, zou je dan niet zeggen, joh, voor die 60% en misschien nog wel meer, openen we naast de Dark Kitchen ook een echt restaurant waar mensen fysiek welkom zijn?
Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat uiteindelijk de markt zoals die nu is niet direct verandert. Dat zien we nu ook. De eerste lockdown was in maart, de tweede is nu een feit. Dus ik denk dat we in ieder geval het komende half jaar dat het nog niet heel veel anders zal zijn. En dat mensen niet direct op locatie zullen gaan eten. Zeker niet als ze ook een goede mogelijkheid hebben om het af te halen of te laten bezorgen. En daarnaast heeft het ook te maken met een stukje vergunningen en een stukje werkwijze. Op deze manier kunnen we heel efficiënt met elkaar werken. En op het moment dat we daar echt een restaurant openen, wordt de exploitatie ook direct heel erg anders. Dus dat is ook wel een bewuste keuze om het op deze manier te doen en voorlopig zo te houden. Nu niet en voorlopig in de toekomst ook voorlopig niet. Nee. Ik moet bij jouw verhaal een beetje denken aan het verhaal ook van Karma Shawarma. Een start-up ook, die toen het nog mocht, op Lowlands begon 2 jaar geleden. En die daar met een klein kraampje stond, ook als pop-up, om vegetarische shawarma broodjes aan te bieden. En sinds die tijd enorm gegroeid is. En laatst ook €350.000 groeigeld ophaalde om daarmee dat merk en het product natuurlijk nog verder in de markt te zetten. En ik geloof wel dat jij ook begonnen bent als start-up, als pop-up, maar daarin heel veel goede kansen en mogelijkheden hebt. Zowel dus in dark kitchens in verschillende steden als met het aanbieden van jouw product ook weer voor horecagelegenheden aan groothandels. En daar ligt natuurlijk wel heel veel mogelijkheid. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat we wat begon als pop-up in maart, april. Dat daar ontzettend veel potentie in zit en dat de groei inderdaad nog lang niet klaar is. In die zin ook wel echt aan het kijken van welke stappen gaan we dan nu vervolgens zetten. En welke stappen gaan we vooral ook als eerst zetten. Is dat het openen van een eigen locatie of is dat misschien juist nu weer inspelen op veel locaties die leeg staan en die niet actief gebruikt worden. En misschien daar ook pop-up weer eerst starten om te kijken van joh, werkt dat op een bepaalde locatie? Maar aan de andere kant ook het stukje productie van ons falafeldeeg. Wat we nu, waar we bezig zijn om dat uiteindelijk ook extern onder te brengen. Omdat we dat zelf eigenlijk bijna niet meer redden. Maar daarmee uiteindelijk ook de productie zouden kunnen opschalen. En ook andere horecagelegenheden zouden kunnen voorzien van onze falafel. Waardoor het uiteindelijk die olievlek uiteindelijk toch ook verder over Nederland uitspreidt. Ja, er liggen veel kansen. Zeker ook in deze tijd. Nou ja, Jan-Willem Hilbron van Albron, die is er nog. Dus wellicht dat jullie straks op afstand, maar met elkaar ook kunnen kijken van hoe kan jij hen helpen, hoe kunnen zij jullie helpen. En ongetwijfeld dat er ook anderen kijken die zeggen, hey, dat vind ik interessant. Ofwel het idee van een dark kitchen, of natuurlijk het samenwerken met Mathilde. Dus laat het haar natuurlijk vooral dan ook weten. Dankjewel voor je verhaal, Mathilde. En veel succes met uitbreiding. Maar ik heb daar wel vertrouwen in dat we nog heel veel van jou gaan horen de komende tijd. En de komende jaren misschien wel met Falafello. Dankjewel.